2,5 jaar geleden namen wij afscheid van hem, Erwin van Lambaert. Maar tijdens de première van Jap Jum beloofde hij dat hij terug zou komen met musical. Vandaag is het zover. Met trots zal hij zijn musical presenteren, Blood Brothers, of in zijn geval Hartsvrienden. Ja, welkom in Musicalland. Dank je, wat een eer. Hoe keek jij als rapper naar dat vreemde fenomeen musical? Als ik heel eerlijk ben, vond ik dat een wereldje apart. Maar apart niet in de negatieve zin, maar meer van oké, dat is een apart wereldje en de rapwereld en dat komt niet zomaar makkelijk bij elkaar. En dat heeft misschien ook met iets ouder worden te maken. Hè? Ik bedoel, ik ben niet heel oud, dus ik ben toch, ik merk wel nu als 27-jarige, denk ik anders over musicals dan toen ik 18 of 19 was en net begon met rappen. En het heeft nu echt mijn ogen geopend dat het ontzettend mooi is dat je dingen die ik tof vind, zingen, rappen, het publiek entertainen, dat allemaal in één zit. En dat heet dan musical. Wat zeggen jouw mede-rappers hiervan, van jouw crossover? Ik heb van heel veel collega-rappers echt alleen maar toffe dingen gehoord, dat ze het echt tof vinden dat ik, überhaupt auditie durfde te doen. Want ik kan me voorstellen als je zoiets hebt van, wow, dit is een beetje niet 1, 2, 3 mijn ding dat je het laat liggen. Mm-hmm. Dus ik heb tot nu toe alleen maar respect gekregen en mensen vinden het tof. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb voor het eerst nog geen tot weinig negatieve reacties gehoord en daar ben ik heel blij mee. Ja. Ik neem aan, als Erwin van Lambaert jou aanneemt als de verteller, dat die rol meer wordt aangepast op jou dan dat jij je gaat aanpassen aan een musical verteller. Nou, we passen ons gewoon aan elkaar aan en iedereen levert wat in. We proberen het beste uit iedereen te halen en dat is waar we mee bezig zijn. En ik ben heel blij dat ik ontzettend veel muzikale vrijheid heb en ze staan heel erg voor open om mij mee te laten schrijven aan de muzikale gedeelte. Ja, en dat is natuurlijk al helemaal een mega eer en iets wat niet vanzelfsprekend is. Dus wat dat betreft ben ik heel blij met het team natuurlijk. Jou associeer ik met de onkreukbare karakters. Dit is natuurlijk wel een beetje, zit een kartelrandje aan, want jij koopt een kind. Ja, dit is zeg maar, Evita was volgens mij tot nu toe hetgeen wat een beetje het meeste kartel had in mijn carrière. Voor de rest was ik altijd eerder de lieve vrouw. Voor mij is dit wel de eerste keer dat ik een slecht persoon ga spelen. En dat vind ik ook een hele, hele toffe uitdaging. Dus ik ga kijken hoe ik dat vorm ga geven. Maar inderdaad, het is de eerste keer dat ik wat minder lief zal overkomen. Wat ik mezelf als opdracht heb gegeven voor deze rol, dat was ook bij de audities wel een belangrijk ding, is dat je haar idee moet kunnen snappen. Als ik dat kan overbrengen aan het publiek, dan vind ik het geslaagd. Ja. Niet dat je zal natuurlijk mee in het verhaal bij Miss Johnston zijn. Dat is logisch. Maar als je mijn kant van het verhaal snapt, dat je zo graag een kind wil en daar alles voor over hebt. Dat is mijn opdracht, zeg maar. Dat je in ieder geval het begrijpt. Heeft Sammy zijn eigen finest moment eigenlijk in de voorstelling? Jawel, absoluut. Het moment dat hij Mickey gaat overtuigen om een overval te plegen. Dat moment dat hij hem echt voor het blok zet om te kijken welk pad ga je opgaan. Dat is wel een belangrijk moment voor Sammy. En aangezien we nu ook een hele nieuwe creatie tegemoet gaan, ben ik ook benieuwd of er nog extra momenten gaan bijkomen. Maar hij komt zeker tot zijn recht in het verhaal. 3, 2, 1, gaat ie! Vera, de poster is net onthuld en als ik jouw fantastische blik daarop zie, jij bent niet de bijgelovige Mrs. Johnson van 1983 volgens mij. Nou, ik denk het wel. Toch wel? Jawel. Ja, maar het is natuurlijk ook wel een bijzondere, krachtige dame om moeder te zijn en van zoveel kinderen in het hoofd boven water te houden. En dat zal ook wel uit de voorstelling blijken. Ik heb ook een ander baantje. En dat is de opstandige Sjoerd Buijs in de televisieserie Goede Tijden, Slechte Tijden. En ik kan vertellen dat een redelijk drukke baan is. Dat ik daar wel van maandag tot met vrijdag redelijk, dat verbaast mensen wel eens, maar redelijk beschäftigd mee ben. Dus nu heb ik, werd mij gevraagd of ik auditie wilde doen voor deze productie. En toen dacht ik, ik ga dat toch gewoon een keertje doen. Kende jij Blood Brothers al? Nee. Ik heb wel een hoop opgezocht ervan. Ik weet dat het 2 keer eerder in Nederland gedaan is. Ook al 2 keer door Eddie Happema. Wat ik heel grappig vind en leuk dat ik nu voor de 3e keer ga doen. Ik werd benaderd door Erwin.
En Erwin ken ik natuurlijk uit de tijd die we samen bij Stage Entertainment hebben doorgebracht. En bij Stage heb ik ooit eens een keer Blood Brothers gedaan, maar dat is alweer een hele tijd geleden. Ik dacht niet dat het nog een keer op mijn pad zou komen. Hoewel het altijd in mijn hoofd is gebleven, want het is een hele bijzondere musical. Er zit ongelooflijk veel in, veel lagen en veel bijzondere verschillende aspecten. Dus toen Erwin zei van, ik wil het eigenlijk heel graag doen en ik wil het met jou doen, toen heb ik gezegd, nou, ik ga er nog wel over nadenken, maar ik zeg nu alvast ja. Heel veel mensen die Blood Brothers nog kennen van de vorige uitvoeringen, die noemen het ook melodramatisch. Er zijn heel veel mensen die musical melodramatisch vinden of bepaalde stukken melodramatisch. Als je er niet door laat meeslepen, dan kan dat al snel het etiket worden. Een goed verhaal heeft altijd iets melodramatisch in zich. Omdat op het moment dat je een goed verhaal wil vertellen, dan kan dat bijna alleen maar met een contrast van geluk en ongeluk. Tussen positieve en negatieve kanten. Tussen mooie karaktertrekken van karakters en minder mooie karaktertrekken. Dus je hebt het eigenlijk altijd wel een beetje nodig. Ik denk dat het wel meevalt hoor. Dat is hartsverscheurend, maar hartsverscheurend hoeft daarom niet melodramatisch te zijn. Als je om je heen kijkt naar het werkelijke leven, dan zijn de verhalen die zo extreem veel verder gaan nog dan dit. Er zit een gevaar in dat je het verhaal houdt in de 50er of 60er jaren. De Engelse tegenstelling tussen arm en rijk. Die is natuurlijk heel extreem daar. Dan wordt het een klasseverhaal. Klasse is de, wat je in het kastensysteem in India, daar zelfs proberen ze er nu uit te komen, zo onherroepelijk is dat je geen enkele kans meer krijgt. Dat is niet realistisch. Zo zit de wereld niet in elkaar. Mm-hmm. Het is moeilijk om daaruit te komen. En daarom heb ik gezegd, nu moeten we niet in die valkuil vallen. Nu moeten we zeggen, het is nu. Het is hier. Ook nu is een tegenstelling tussen arm en rijk. Je kan eruit komen, maar dat heeft te maken met geluk in je leven, keuzes die je maakt, kansen die je krijgt. Je milieu bepaalt, maar je karakter bepaalt ook. Nou, dat is het verhaal wat we nu gaan vertellen. En dat is een interessant verhaal. En dat is niet melodramatisch, het is wel dramatisch. Waar ik persoonlijk moeite mee had, de hoofdpersoon is bijgelovig. En daardoor neemt ze ook bepaalde beslissingen cruciaal voor het verhaal. Hoe overzet je dat naar 2004? Ja, goede vraag. Bijgeloof is ook weer iets wat, net als geloof overigens, in de mensen zelf zit. Het is niet een absoluut gegeven. Het gevoel dat er een lot is die dingen voorbestemt, maakt dat je het hoofd in de schoot kan leggen. Of dat je niet onder ladders doorloopt. Of dat je afklopt. Allemaal dingen die we in het theater ook nog doen trouwens. We zijn heel bijgelovig in het theater. In feite is het een bezwering van angsten. Is het een poging om met het leven in het reine te komen. Het is een poging om jezelf verder te helpen. Het is soms een onvermogen om verder te komen en je kruipt in je schulp. Ik denk dat dat bijgeloofgevoel wat daar in die musical zit, dat is wat er in de mensen hun hoofd zich afspeelt. En daarop ga ik het accent leggen. En dan is het niet bijgeloof als iets wat boven ons zweeft, maar dan is het iets in onszelf. De titel bijvoorbeeld ook, Hartsvrienden, dat klinkt wat warmer, wat romantischer dan Blood Brothers, waarbij het gaat om noodlot, een voorbestemming. Is dat een eerste voorbeeld, een eerste teken van de verandering van deze versie? Ik denk het wel. Ik denk dat het iets warm, maar ook, kijk, zoals ik het altijd gezien heb, Blood Brothers, ik heb ooit in Londen het gezien, is het heel erg een sociale aanklacht ook geweest. Omdat, ik denk, in Engeland veel meer de klassenstrijd leeft en die klassenbewustzijn ook. In Nederland is dat minder. En die vriendschap van die twee jongens, die eigenlijk steeds uit elkaar worden gehouden, doelbewust, terwijl het broers zijn, maar dat niet weten van elkaar. En die drijven steeds nog naar elkaar toe, door toeval, maar ook dat ze elkaar toevallig weer zien en denken, hé, dat is iemand waar ik wat mee heb, zonder dat ze weten wat het dan is. En ze worden weer bevriend. Dus ja, dat vind ik wel goed aan deze titel, dat benadrukt wordt. En ik denk misschien dat mensen ook niet zo goed meer weten wat bloedbroers betekent, bloedbroeder. Weet jij? Dus jij? Nou, dat is zo'n ritueel dat je in de vingers snijdt. Ja, dat is wat ze doen hier. Ja, oké. In de voorstelling, hè? Dan doen ze het als jongetje en dan worden ze bloedbroeders. Dus niet iedereen weet dat misschien. Het is misschien ook een beetje een macabere titel als je denkt, oh bloed, het is wat. Waar gaat het over? Is het? Het wordt een vampierverhaal. Het wordt een hygiënische versie. Laten we het vooral niet hygiënisch noemen. Het wordt een warmere versie. Ik zal het noemen dit nieuwe begin voor jou. Doe jij het nu anders?
musical produceren? Ja, ik denk dat op een moment dat je er 2,5, 3 jaar uit bent, dan krijg je ook de kans om terug te kijken op hoe je bepaalde dingen hebt gedaan en hoe je misschien bepaalde dingen anders zou willen doen. Er zijn ook dingen die veranderen absoluut niet. Ik denk dat het heel belangrijk is om met dezelfde bevlogenheid en liefde voor het vak te doen. Om zo min mogelijk tot geen compromissen te sluiten op hetgene wat je uiteindelijk wil maken. Om het publiek heel erg serieus te nemen. En dat heb ik altijd gedaan. En natuurlijk is het spannend als je je eerste eigen voorstelling maakt, echt helemaal op eigen benen. Want je kan terugvallen op jezelf. Dus dat, is het, dat is ongeveer. Hè? Ja. En voorheen had ik natuurlijk een hele ploeg en Joop waar ik nog eens een keer mee kon sparren. Dus je zoekt natuurlijk wel mensen om je heen waar je uiteindelijk mee kan klankborden. Maar je moet het nu echt helemaal zelf doen. Dat verandert natuurlijk hoe je tegen dingen aankijkt. Welke hebbelijkheid van vroeger doe je nu niet meer? Ik ben wat minder verkrampt misschien op sommige momenten. Ik ben wat ontspannender, denk ik, op sommige momenten. De mensen die met me werken en dat ook voorheen hebben gedaan, zeggen dat ook wel. Je bent wat ontspannender misschien. Ja. Ik weet niet of dat op de premièreavond ook zo zal zijn, want dat kan ik je niet beloven. Maar ik denk wel dat ik misschien wat ontspannender in het leven sta.